Tonijn, een mooie roze vis boordevol smaak, is het perfecte ingrediënt voor een overheerlijk Zuiders gerechtje. Michael Vrijmoed is de geknipte man om met deze lekkernij te toveren. Vandaag gaan we een typisch Italiaans gerechtje maken. Vitello tonnato. Vind ik zelf een heerlijk gerecht. Het is eigenlijk afkomstig van een streek van Piemonte. Vitello is kalf. Tonnato is tonijn, eigenlijk ons hoofdingrediënt voor onze saus. Een heel frisse saus die we gaan maken. Uiteraard tonijn, een heel gezonde vis, rijk aan mineralen en aan omega-3. Heel goed tegen hart- en vaatziektes. Een beetje salade ten op voor de afwerking, radijs, Granny Smit, vooral limoen, onze anchovies. Anchovies is uiteraard, ja, het is opgelegd, heel zout. Maar toch een beetje te verzachten, is een beetje melk erbij doen. Zo. Ons vlees heb ik al op voorhand gehaard en gaan we gewoon heel fijn een tranche snijden. Heel mager stukje vlees, heel puur. En we gaan eigenlijk heel ons bord beleggen. Zo, doen er een beetje peper op. En dan een beetje sojasaus. Niet overdrijven natuurlijk, sojasaus is heel zout. En dan een beetje zesten van limoen. Zo. Ons vlees, dat hebben we. Dat is eigenlijk al de helft van ons gerecht. Nu moeten we onze saus maken op basis van onze tonijn. Dus onze tonijn, natuur, die in de jus bewaard is. Wat gaan we er nog bij doen? Onze kappertjes. Ze zijn gelegd op azijn, maar ook eerst gezouten. Uiteraard ook niet meer overdrijven. Hè. Dan uiteraard onze anchovies. Die gezouten anchovies is nu een beetje milder geworden, een beetje ontzout. Dan gaan we gewoon in een zeefje gieten en spoelen. Dat mag er echt wel veel bij. Dat gaat echt wel een boost geven aan die tonijn. En uiteraard onze mayonaise die we er gaan bij doen. Een beetje koriander doen we erbij. Onze limoen. En een beetje zesten en een beetje sap. De limoen zelf altijd een keer op duwen. Dan ga je veel meer jus uit je limoen krijgen. Zo. Dus één limoen doen we erin. Dan doen we er een beetje zwarte peper bij. En dan gaan we dat blenden. Je ziet, die consistentie die je moet hebben. Niet te lopend is ook. Hè. Moest het nu echt te lopend zijn, dan doe je er gewoon nog een beetje tonijn bij en dan mix je dat gewoon terug op. Perfect. Dus ons bord vlees en eigenlijk onze saus op basis van de tonijn. Nu gaan we dit enkel nog een beetje afwerken met een beetje appelkappers. Appelkappers is eigenlijk een volgroeide kapper. Er zitten veel kappertjes in de saus. We gaan het erbij doen om een beetje de structuur en textuur te krijgen. Heel krokant natuurlijk. Hè. Dan onze radijs. Radijs uiteraard al vooraf spoelen. Zo. En eigenlijk gewoon heel dunne tranches van snijden. En die gaan we eigenlijk gewoon een beetje verdelen op onze salade. Nog een beetje Granny Smit. Heel lekker. Hè. Beetje dat zuur, maar ook die textuur. Gewoon een beetje balkjes gesneden. En gewoon erop verdelen. Zo, we zijn er bijna. Enkel nog een beetje roket. En voilà. Dit is mijn Vitello tonnato. Het ziet er alvast heel lekker uit, vind ik zelf. Smakelijk, hè.